Vandaag ga ik jullie al mijn nieuwe beauty en make-up producten laten zien die ik de voorbije maand heb verzameld. Ik heb al een tijd geen video gemaakt, dus het is een heleboel. Ik heb ze hier verzameld in een doosje. Ik heb ze niet gesorteerd op make-up of beauty producten. Ik ga gewoon beginnen met de grootste flesjes, want onderaan liggen allemaal kleine make-up spulletjes. Ten allereerste, via beautybake.com heb ik deze reiniging en deze lotion gekocht. Dit is van Mario Badescu en dit is de Glycolic Foaming Cleanser. Die is aangeraden van maar een 2 tot 3 keer per week te gebruiken, omdat die echt heel intensief reinigt. Ik heb die al gebruikt een keer, het is mijn tweede flesje. En je krijgt ook echt losse huidschilfertjes die eraf komen. Je huid begint te vervellen als je het te vaak gebruikt. Dus het brengt echt alle onzuiverheden naar boven en ik vind het heel erg goed voor mijn acne. Ik had waarschijnlijk door de stress en de drukte van de voorbije maand een stuk meer acne. Ik ben nu 2 weken bezig en het is al veel beter. De lotion die daarbij hoort is de Glycolic Acid Toner. Die mag je wel elke dag gebruiken, maar het is heel belangrijk. Er zit glycolzuur in, dat je 's morgens een SPF 50 aandoet, dat het niet voor pigmentvlekjes kan zorgen. Dan heb ik een nieuwe foundation. Ik heb deze Too Faced Born This Way foundation al een keer geprobeerd, maar ik heb nu 1 tintje donkerder besteld. Deze is in de kleur Natural Beige. En ik vind de Too Faced Born This Way foundation een heel goede foundation voor in de zomer. Mijn absolute favoriet, weten jullie, is de Estée Lauder Double Wear. Deze is net een tikkeltje minder dekkend en geeft een iets natuurlijker resultaat. Dus als jullie de Double Wear iets te dekkend vinden, zullen jullie zeker van de Born This Way heel tevreden zijn. Want die geeft wel een heel erg mooie dekking en een heel erg mooi resultaat. Wat er bij mij vrij snel op was en heb ik toen opnieuw gekocht, is deze. Deze is van Eucerin. Dit is de CC Cream kleur medium, maar wel met een SPF 50 in. Ik vind die ook super voor in de zomer. Ik gebruik heel erg vaak in de winter ook of in het tussenseizoen een SPF 50 onder mijn dagcreme en onder mijn make-up, omdat ik gevoelig ben voor pigmentvlekken. Maar deze is leuk in de zomer als je dan bijvoorbeeld naar het strand gaat, naar het zwembad of het is een zonnige dag, een zondag waarop je niet te veel make-up wil aandoen, dan geeft deze ook al een klein tintje. Het is heel erg natuurlijk. Voor mij is het echt alleen maar voor op een vrije dag wanneer ik geen make-up wil aandoen. En anders doe ik die ook gewoon onder mijn foundation en dan geeft hij een heel erg goede basis. Het is een heel erg mooie egale dekking. Dan heb ik 2 productjes gekocht in de Die. Ik kende het merk niet, maar ik vond dat die verpakkingen er wel heel erg leuk uitzagen. En het is, ik denk dat het merk Formula 10.0.6 is, skincare. En de grootste verpakking is de Be Berry Clear Illuminating Peel Mask met raspberry en acai. Ik heb die al 1 keer gebruikt als een maskertje dat je een 10 minuutje, een kwartiertje laat opleggen en dan haart het uit en wordt het een vliesje dat je in 1 keer kan aftrekken. Het zou dus je huid een heel erg mooie glans geven en een heel erg mooie uitstraling. En deze zijn neusstripjes. Down to the Pore Blackhead Vanishing Pore Strips. Met Tea Tree en Kaolin. Dus dat zijn echt die typische neusstripjes die je op je neus legt om zwarte puntjes te verwijderen. Ik heb het ook al 1 keer gebruikt. En ik vind dat die van eender welk merk eigenlijk wel even goed zijn best doen. Omdat ik dus recent getrouwd ben, heb ik een kleine attentie en cadeautje gekregen van Sotis met een aantal producten. Daar heb ik onder andere deze body scrub gekregen. Het is de Gommage Corps Tonifiant met citron en petit grain. Het is een heel erg frisse geur, echt een zomerse geur, een heel erg frisse textuur, ook een beetje een gel textuur met een grovere korrel in. Echt een body scrub, ideaal voor de zomer om je voor te bereiden op het zonne of op de bruine zonnezon. Dan heb ik ook een Baume Lèvres Gourmand. Dit is een lippenbalsem, er staan appelsine, mandarijntjes op. Die heeft een vrij erge olieachtige textuur. Ik heb hem al heel erg vaak gebruikt, voornamelijk 's avonds als ik in mijn bed kruip. En dan heb ik een aantal make-up producten van Sotis. Dit is het Duo Longue Tenue, een lippenpotlood met een lippenpenseeltje. Het is echt een duootje, zit er met 2 in. Dus dit is het lippenpotloodje dat je kan uitdraaien. Een heel erg zachte, natuurlijk rozige kleur. En dan zit er een lippenpenseel in om je lippen echt mee in te kleuren. Voelt heel erg zacht aan, is een heel erg natuurlijke kleur.
En dan heb ik deze, dit is een mixed solution, het is een power transformer. Ik denk dat die gebruikt wordt voornamelijk voor poeder, oogschaduw en dergelijke. Als je een klein druppeltje van dit productje erbij doet, dan wordt die oogschaduw veel dekkender, veel feller, veel intenser van kleur. Veel mensen doen dat ook gewoon door hun penseel een klein beetje nat te maken met water of met een fixing spray. Maar dit is dan echt specifiek een productje daarvoor. Ik heb het nog niet uitgetest, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Het komt sowieso aan bod in een van mijn volgende make-up video's. Dan heb ik van slot een eyeliner. Dat is echt een heel erg klassieke. Het is een zwarte eyeliner met een penseeltje. En als laatste een bruin oogpotlood. Intens bruin. Dat zijn ook zo van die oogpotloodstiftjes. Ik vind dat die net iets meer kleur geven. Die zijn iets vettiger dan een oogpotlood. En dat is echt een heel erg donkerbruine kleur. Wat heb ik dan? Bij mijn bestelling van Mario Badescu, van de reiniging en de lotion, heb ik een aantal luxe stalen gekregen. Ten allereerste heb ik 2 zeepjes gekregen om je beauty blender uit te kuisen. Dit is dus de Blender Cleanser Solid, een vast zeepje. Maar ook de Liquid Blender Cleanser, waar ik heel tevreden van ben. Die heb ik geprobeerd en ik heb die onmiddellijk elke dag gebruikt voor een natuurlijke wenkbrauwlook van Anastasia Beverly Hills, de Clear Brow Gel. Dat is gewoon een doorschijnende wenkbrauwgel om je wenkbrauwen in vorm te leggen. Als je die in hebt gedaan, na een tijdje voelt je wenkbrauw wel vrij hard aan, maar je ziet het niet. Dus je wenkbrauwhaartjes blijven perfect in die positie staan hoe jij ze wil. Ik heb vrij volle wenkbrauwen van mezelf, dus ik vind dit ideaal voor een gewone werkdag wanneer ik ze niet wil bijtekenen, maar dat ik toch wil dat ze heel mooi fluffy en naar boven staan, dat ze mooi in model blijven. Van Mario Badescu zelf heb ik een kleine reisverpakking gekregen van de Cucumber Cleansing Lotion. Een heel erg milde lotion, ideaal voor de normale tot de vette huid. En ik heb een vettere huid. Dan heb ik van Laura Geller. Ik ken het merk niet, maar ik heb op Beauty Bay wel gezien dat ze er veel van verkopen. De Speckle Treatment Even Tone, de make-up primer. Dus een make-up primer om je huid heel egaal te maken. En dan heb ik van Verso een night cream met retinol. En dat is toch wel een grote verpakking, 15 ml van nachtcrème. Dus dat zijn heel erg mooie reisverpakkingetjes. Ik heb nog 2 dingen op Beauty Bay toegekocht en dat is een nieuw penseeltje. Deze is van Morphe, de M321. Ik heb heel erg graag penseeltjes die van boven een beetje ronder zijn en een beetje tapered. Met een punt, omdat die echt super gemakkelijk zijn om in je crease aan te brengen of om tot aan je crease aan te brengen en dan op de rest van je ooglid. Van Morphe heb ik al een aantal gelaatspenselen, penselen om je foundation en zo aan te brengen, maar nog niks voor de ogen. Het is een echt heel erg leuk merk, heel erg bekend bij beauty YouTubers en is heel erg goed van prijs. En dan heb ik van Mario Badescu ook een oogcrème aangekocht, gewoon omdat mijn oogcrème op was. Ik gebruik oogcrème nogal vrij snel. Ik zet mijn oogcrème s'avonds altijd naast mijn bed, reken dat die toch wel om de 6 weken op is. Ik heb de Glycolic Eye Cream gekozen en die is echt om heel hydraterend en anti-aging om de eerste rimpeltjes tegen te gaan. Ik heb hem al gebruikt, hij is vrij rijk van textuur en als je hem immasseert wordt hij een beetje olieachtig. Dus ik ben er wel heel erg tevreden van. Je hebt er niet veel product van nodig, dus ik hoop langer toe te komen. En dan heb ik nog 2 superleuke dingen en dat zijn nieuwe make-up collecties. Dan heb ik ten allereerste een nieuwe oogmake-up collectie van Bourjois. Dit zijn 2 oogpotloden, de Kohl en Contour, extra long wear oogpotloden in de kleur 01 Noir en in de kleur 05 Chocolaté. Ik heb ze ook nog niet gebruikt, want ik heb ze nog niet zo heel erg lang. Er is een nieuwe mascara die daarbij hoort. Dat is de Mascara Effect Push-Up Volume Glamour. Ik heb hem ook nog niet gebruikt. Ik ben heel erg benieuwd. Dat is een vrij duidelijk borsteltje. Borsteltje met goed veel haartjes. Ik heb dat persoonlijk graag, omdat dat echt goed die wimpers kan kammen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik deze, die heb ik al een keertje uitgetest. Dat is de Eye Primer, de 24 uur long lasting eyeshadow base van Bourjois. Die komt zo in een hulsje met een applicator. Kan je heel zachtjes op je ooglid aanbrengen om dan je oogschaduw te doen. En dan een oogschaduw, dat is deze. De Eyeshadow Cream to Powder Fusion Formula. Intensity in One Stroke Amazing Blend. Ik heb hem ook nog niet gebruikt.
Deze is in de kleur Original 03. Dat is een heel erg natuurlijke kleur. Geeft toch wel vrij veel gouden shimmer, maar ik denk dat je dat beeld niet zo super goed ziet. Voilà. En dan heb ik een superleuk en groot tasje van NYX. Ik ben vorige maand naar de finale geweest van de NYX Face Awards en daar hebben we deze meegekregen. Wat zit er allemaal in? Dat is natuurlijk heel erg leuk. Ten allereerste dit oogschaduwpaletje. Dit is de NYX Comic Metals Shadow Palette. Dat is echt helemaal mijn ding. Als jullie mijn kanaal volgen, dan weten jullie dat ik heel erg graag glanzende, shimmery, shiny, satin oogschaduw heb. En dit zijn 6 kleuren. Super mooi glanzende oogschaduw. Ik ga er een paar even swatchen. Ik vind dat een glanzende oogschaduw altijd onmiddellijk heel veel intensiteit, kleurintensiteit afgeeft. En dat die ook iets minder poederachtig zijn. Dus minder fallout bieden. En dat zijn deze ook. Ik heb het paletje ook nog niet gebruikt. Ik denk met al die make-up die ik vandaag laat zien, ga ik sowieso een make-up video maken met first impressions. Dan heb ik de Epic Ink Eyeliner Waterproof. Dat is wel heel leuk, want ik gebruik altijd wel een mascara in waterproof. Maar mijn eyeliner, dat weet ik eigenlijk niet, gebruik ik ook niet altijd. En die ziet er zo uit, met een heel erg fijne punt. Een zwarte. Dan heb ik deze van NYX, de Dose of Dew, de Face Gloss. Ik heb hem nog niet open gedaan. Dat is een highlighter in een stickvorm die je kan uitrollen en die dan echt een crème highlighter. Ook heel erg benieuwd. Op het event kon je zo in een ballengrijpmachine, dat je met hengeltjes moet doen, ik weet niet hoe dat juist noemt, kon je lipglossjes vangen. En ik heb deze gevangen. Zo een miniatuurtje van een soft matte lip cream in de kleur Antwerp. Dat is echt super leuk om in je handtas te steken. Echt zo'n hebben dingetje, een gadget om mee te nemen op reis of naar een feestje. Neemt dus absoluut niet veel plaats in. En die soft matte lip creams, daar ben ik wel fan van. Die geven een heel erg zachte velvety textuur zo aan je lippen. Heel leuk om aan te brengen. En dan het allerleukste. Het allerleukste is de volledige nieuwe collectie van de Away We Glow, de Liquid Highlighters. Er zijn 1, 2, 3... 9 kleuren, 9 tinten. Ik heb er al een paar open gedaan. Ik zal ze even swatchen. Die komen ook met zo'n applicator, dat je die dus heel erg gemakkelijk kan aanbrengen. En dan zou ik die heel erg zachtjes, ofwel met je vingers of met een klein fijn penseeltje, een beetje uitwerken als highlighter. Ziezo, dit waren mijn nieuwe make-up en beauty producten. Ik ben er super blij mee, ook omdat het zo al een tijdje geleden is, zijn het ook precies heel veel producten bij elkaar waar ik nog mee moet experimenteren, waar ik nog video's mee kan maken. Dus jullie zien die producten zeker nog verschijnen op mijn blog. En hier onderaan lijst ik ze ook even op. Als jullie iets leuks hebben gezien, dan weten jullie welke kleur of hoe dat de naam juist is en waar jullie het kunnen vinden. Hopelijk vonden jullie de video leuk. Geef dan de thumbs up of abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel terug. Doei!